Weekend League kost veel tijd en Koen haalt nooit elite. Dat is een feit. Het begint een beetje op een slecht Sinterklaasgedicht te lijken. En het is dat mijn poëtische voordracht van deze rijm het nog enigszins recht trekt. En daarom vind ik ook dat alle credits naar mij toe behoren en niet naar Roy Wabers die de comment heeft bedacht. Jij wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vandaag is het uiteraard weer donderdag. Tijd voor de rewards. We hebben goud 1 gehaald. Die gaan we openen. Dit is op dit moment ons team nadat we het vorige team hebben verkocht. Omdat het naar mijn mening niet zo heel veel meer uitmaakt. Er waren een aantal mensen die zeiden ja, je kan natuurlijk ook gewoon wat meer teamgeest herhalen als je wat spelers van positie verandert en zo. En dat klopt, want het is nu op dit moment 99 en het kan 100 worden als wij bijvoorbeeld Socrates en Cam maken. Daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Was me nog niet eens opgevallen dat het geen 100 teamgeest had. Zie je maar weer. Dit ik soms ook een beetje steekjes laat vallen. We hebben op dit moment 2,6 miljoen munten. Daar kan wat bij komen. Ik ben niet zozeer van plan om daadwerkelijk het uit te gaan geven aan een nieuw team. Wat ik wel wil gaan doen vandaag is, ik wil vandaag / vanavond nieuwe spelers gaan kopen als investering. Ik vind dat de hooggewaardeerde spelers weer redelijk laag zijn. Busquets is 37k. Dus het kan nog zeker veel goedkoper. Dat hebben we wel eens meegemaakt. Dat het uiteindelijk nog veel goedkoper kan. Maar Icon Swaps loopt af. Vandaag. Toch? Volgens mij vandaag. Ik kan het nu niet zien omdat ik de beloningen moet claimen en omdat ik ze al gehaald heb. Ik weet vrij zeker dat we kunnen bij de SPC's kijken. Dat die vandaag of morgen aflopen op vrijdag. Nou hoeft het niet per se te zijn dat er een nieuw seizoen met Icon Swaps komt. Inderdaad, 1 dag 9 uur. Het kan ook zijn dat dat na het weekend komt. Vorige keer is dat volgens mij niet gebeurd. Toen kwam het wel gewoon op vrijdag. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd als het komt of jij alle objectives in één keer released. Of ze het weer in twee sessies doen. Of er icons tussen zitten die ons team heel erg gaan versterken. Of er icons tussen zitten waarvan ik er een aantal kan kiezen. Zoals sommige mensen dit seizoen, dit icon swap seizoen, Van der Sar, Hierro en Koeman hebben gekozen. Bijvoorbeeld 22 tokens, heb je 3 icons. Ik ben benieuwd, ik hoop dat EA er een banger van maakt, want ze zijn de laatste tijd wel bezig om wat meer dingetjes in het spel te implementeren die wel echt ervoor zorgen dat mensen weer spelen. Zoals bijvoorbeeld die icon swaps die zijn toegevoegd. We zitten, we zijn rang 3 geworden, een zeldzaam pakket en een zeldzaam Electrum spelerspakket op 40.000 munten of 2 zeldzaam spelerspakket en 2 zeldzaam... Hier moeten wij 50k aan een tradables uithalen. 40k. Of 40.000 munten. Ja, we gaan wel voor de pakketjes. Maar het is een vrij domme beslissing. Want keer op keer blijkt dat die 50k pakketjes voor ons het eigenlijk niet zo zijn. En wat ik gisteren ook al vertelde. In een video. Er zijn niet hele dure, hele goede special packs in packs. En de hoogwaardige spelers zijn niet extreem duur. Dus stel al pack je een... laten we het zeggen, een 86 rated Müller Verratti in die 50k packs. Dan is dat 13k. En die 13k... Daar pak je die 40k niet meer terug, laten we dat zo zeggen. 2 spelerskeuzes. Team of the Week is niet zo heel erg denderend volgens mij. Een hogere speler zou fijn zijn. We krijgen Michel Flap, Barkley... 4e skill moves, 5e zwakke been. Dat is goed. Maar voor de rest, ja, goed. Dolberg, 2e in vorm. Ik ga ze allemaal niet gebruiken. First owner, Lieke, helemaal prima. Volgende kaart dan. Ramsey, die een in vorm heeft gekregen. Tegen Ider. Nou, fantastisch. Dat is een waardeloze kaart. Sydney, ook een waardeloze kaart. Ruben Blanco, ook een vrij waardeloze kaart. 85 dan maar, hè? Ondanks dat hij een inform heeft gekregen tegen Inter. Ja goed, die player picks tijdens het weekend waren wel leuk. Dat je daar een gegarandeerde hogerwaardig speler van krijgt. Want het blijkt maar weer eens. Deze kaarten, heb je echt helemaal geen rol aan die player picks. Omdat Team of the Week nou niet eenmaal, eenmaal niet meer echt je team verbetert. We krijgen uit het eerste zeldzame pakketje een borderspeler. Het is een walkout, dat is heel chill. Dat betekent dat we waarschijnlijk die 40k voor een groot gedeelte terugbrengen. Jordi Alba. Oh, kijk eens aan. 87 rated. Ik weet niet of hij duurder is dan de waarde van een 87 voor een SPC. We gaan het gelijk eventjes opzoeken. We hebben natuurlijk al
Marcelo als een tradable linksachter uit de La Liga voor eventueel nieuwe icon swaps. Hij is 28k, Jordi Alba. En een normale 87 rated is volgens mij goedkoper. Die is rond de 20k. Dus hij is inderdaad duurder dan gewoon de SPC-waarde van de 87. Maar toch ga ik hem niet gebruiken, omdat ik al betere opties heb. Dus is hij voor ons op dit moment 20k waard. Maar dat is heel erg prima. Dat is heel erg goed. Dat is heel erg chill. Omdat we dus die 40k eruit proberen te halen. Die heb ik ook tradable. Deze volgens mij ook allemaal. Dus die kunnen we helaas discarden voor 0 munten. Terwijl ik die Tadic misschien beter had kunnen inleveren in een upgrade SPC. Nu ik het me bedenk. Waar je in de 83 weet dat het squad voor moet inleveren. We krijgen weer bordenspelers uit deze. We krijgen geen walkout dit keer. Kroatisch spits. Kramaric of Mandzukic is volgens mij uit de game. Ik weet niet of hij nog bij Juventus speelt. Was toch naar Qatar gegaan? Een bordenspeler. Ja, al zitten hier SPC-spelers tussen. Maakt natuurlijk niks uit, want ze zijn een tradable. Dus die kunnen we niet verkopen. Het zijn deze tradable. Ja, dan listen we ze maar. En dat pakketje was niet zo heel veel waard. 250k pakketjes. We moeten nog steeds ongeveer 20k terugverdienen uit die pakketjes. Dit is geen borderspeler uit een 50k pakketje. Hats, fantastisch. Heel erg lekker. Heel erg goed. Daar schieten we niet zo heel veel mee op. Oh, dat kwam omdat... Dat kwam omdat er zo'n ander pakketje voor zat dat ervoor zorgde dat er geen woorden uitkwamen. Goed, ik neem mijn woorden terug. Dat kunnen we weer allemaal discarden of verkopen. 82, 81 misschien wel wat waard. 84, Felipe. Ongeveer 3000 munten waard. En wat andere kaartjes discarden. Hier moeten we ongeveer 10k uithalen. En als we hier 10k uithalen, dan vind ik het helemaal gezegend. Het is een bordenspeler. Het is geen walkout. Spaans is altijd kut. Oké, niet helemaal de 40.000 munten terugverdiend. Niet helemaal de 100% juiste keuze. Maar nee. Gokje wagen en het had uiteraard veel slechter gekund. Die moet ik omdraaien. Jongens, let toch op die kleintjes. Hè. Het tikt allemaal aan. Heb ik ze allemaal in tradable? Nee, alleen hem. Oké, nu. De tradable pakketjes, 200k pakketjes voor de Weekend League. Hebben wij, ik wil niet zeggen dat we voor niks hebben gespeeld, omdat we dus twee 87 rated kaarten hebben gekregen. Dit is een walkout, wat ontzettend chill is. Een Spaanse walkout, linksachter, CVM, Busquets. Kijk! Busquets is 37.000 munten. Een van de hogere walkouts, wat heel chill is, want dan hebben we in ieder geval munten eruit terug. Lekker. Goed. En dan kan nog iets achter zitten. Inform Flap, Henderson, goed. Hey, easy, nog een paar hoogwaardige spelers. Easy. Wat zal het zijn? 60.000 munten uit dit pakketje. Dat is toch goed voor een 100k pack. Als die voor halve munten erin zou zitten. Dus dat je 1 plus 1 gratis kreeg. Dan zouden we uit één van die pakketjes al de munten hebben gehaald. Hebben we terugverdiend. Ook dit is een borderspeler. Come on. Dit is een Colombiaanse kaart. Ik wilde zeggen een ander soort... Zo'n Copa Libertadores kaart, maar het was ook daadwerkelijk een Colombiaanse kaart. 84 Velasco, wat een goed kaartje is. Hij heeft een vrij goed kaartje voor een 84, weet het. Maar hij is niet zo heel veel waard, denk ik. Er kan uiteraard nog wel iets achter zitten. Kijk eens aan, Lewandowski, die zou ook wel rond de 36, 37k zitten. Dan hebben we Kimmich, die 18k is. Carvajal, die ook wel wat waard is, rond de 10k. Zou je verwachten. Zeker. En die Velasco, die verkoopt voor discardprijs. 46k, 60k, 70k. Ook dit is gewoon een heel goed 100k pakketje. Hier ben ik ontzettend tevreden over, jongens. Dit is helemaal fantastisch. Dit is goed. Dit discarden we, want we kunnen het wel verkopen. Maar de 100k pakketjes waren ons goed gezind. Dat is een positief iets om mee af te sluiten. Dit weekend ga ik uiteraard weer spelen. Het ding is dat ik nu, als ik alles verkoop en dit team, kan ik eventjes kijken. Kortom, we zijn flink omlaag gegaan met de hoeveelheid munten die wij hadden. We hadden op een gegeven moment, als wij ons team zouden verkopen en alles in de club, dat team met Frenkie de Jong, Team of the Year, met Messi, met Matthijs de Ligt en alle munten die ik nog in mijn club had. Als we dat allemaal zouden verkopen, hadden wij 6,8 miljoen munten. Nou ja,
Een paar dingetjes daarvan zijn natuurlijk gewoon de deflatie van spelers. Dat ze minder waard zijn geworden. We hebben Socrates gekocht voor 2,6 miljoen. Hij is nu 2,2 miljoen. Dus dat betekent dat als we hem zouden verkopen voor 2,2 miljoen... en ongeveer 100.000 munten tax uitgaat... ja, dat we daar 500k verlies op maken. Dan heb je eigenlijk dat verlies al terug. Want als we nu alles zouden verkopen in de club... en dit team is 3,5 miljoen waard. We hebben 2,7 miljoen. Dus dan kom je uit op inderdaad 6,2 miljoen ongeveer. Dan zou dat het al verklaren waar onze munten allemaal naartoe zijn gegaan. Op Messi hadden we wat verlies gemaakt. Op Team of the Year Frenkie hadden we kiet gespeeld. Op Matthijs de Ligt hadden we 100k verlies gemaakt toen we dat verkochten. Noem het allemaal op. Dat is waar onze munten heen gingen. Omdat we dus een duur team hadden. Mbappé is iets meer waard geworden. Neymar is evenveel waard geworden, iets gestegen. Van Dijk ook. Dus dat zijn denk ik drie spelers die nu, tenzij er morgen weer een hele lijpe promo komt, maar ik ga er niet van uit. Dat zijn spelers die redelijk wat hun waarde behouden. Bij elkaar zijn ze dus, wat zal het zijn, 1,3 miljoen waard. Maar dat vind ik niet erg om nu aan untradable spelers in mijn club te hebben. En nogmaals, natuurlijk, Socrates is ook untradable, maar die wil ik behouden, kost wat het kost, in ons club houden om met hem te spelen. Dus ja, die beschouwen als untradable. We hebben dus 1,3 miljoen aan tradable spelers in onze club. Dan komen we op 4 miljoen uit. Ja, ik ga eventjes geen dure spelers kopen op dit moment. Puur vanwege het feit dat ze heel erg snel en heel erg hard dalen op dit moment. Ik ga ondertussen nog een drafje starten, want die ga ik vandaag toch lekker spelen. En dan kan ik ondertussen dus eventjes met jullie praten. Terwijl wij 4-2-3-1 spelen al natuurlijk in de League. 4-2-2, laatst mee. We spelen wel weer met de 4-1-4-1. Wat ook helemaal niet een hele verkeerde formatie is. Baggio, Rivaldo, Ronaldinho, Drogba. We gaan met Ronaldinho spelen natuurlijk. Afgelopen weken zijn teams zo ontzettend hard gedaald. Cruijff, oh mijn god. Dat wederom, en dat is vaker het probleem geweest, dat het spelen met dure spelers wederom niet lonend is, omdat het dus elke keer harder daalt dan dat jij munten ermee terug kan verdienen puur vanwege het spelen. Rodrigo, Salvio, die skippen we eventjes voor dit Real Madrid linkie. Dit kan een hele goede draft worden als dit ook een Busquets. Gaan we nou mee spelen? Ja, tuurlijk. 89, weet het. Waarom ook niet? Maar ik vind dat lastig. Het is natuurlijk altijd je eigen risico als jij speelt met een duur team. Dan weet je dat het kan gaan dalen. Het enige is dat het redelijk wat te maken heeft met wat EA voor ogen heeft. Als EA voor ogen heeft, oké, we releasen een promo dat niet heel aantrekkelijk is. Waardoor dure spelers niet heel snel gaan dalen. Waardoor er geen paniek komt op de markt. Waar mensen niet denken, ik wil die nieuwe spelers proberen. Oftewel, ik verkoop mijn spelers, die dalen. Noem het allemaal op. Die andere opties zijn toch niet goed. Het is allemaal dezelfde rating bijna. Dat is een beetje waarom ik nu niet dure spelers koop. En waarom ik het lastig vind om in te schatten of ik dat nou wel moet doen of niet moet doen. Noem het allemaal op. Ik denk dat dit weekend sowieso eerst eventjes aftasten wordt of de verbinding goed is. Of je niet ontzettend erge vertraging gaat zijn zoals de afgelopen week bij mij de hele week het geval was. Want ja, dan is de pret weer snel voorbij. Als dat het geval is. En vandaar dat het ook op dit moment voor mij niet heel aantrekkelijk is om dus nieuwe spelers te kopen, nieuwe spelers uit te testen. Het risico te nemen om ze dus nu te kopen en later misschien met een groot verlies te verkopen. George Best, dat is lekker zeg. Ik moet nog een betere verdediging hebben, vind ik. Schmeichel, waarom ook niet? Een icon op doel. Toerlich. Team of the Year Robertson, dat is ook heel erg lekker. Betere CVM. Maakt niet zoveel uit. Nog drie opties. We kunnen uiteraard ook natuurlijk, ik denk dat we dat doen, Vieira op CVM zetten. En dan wat aanvallende middenvelden erin. Best kan hier nog in. Schmeichel moeten er nog eventjes inzetten. En Robertson, die kunnen we nog inzetten. Oh, meine Güte, wat een goed team zeg. Holy shit. Ik wil een... wat wil ik eigenlijk nog? Ik vind het allemaal wel prima. Frenkie. Nee, Valverde is wel beter. Oh, zin om het Cruijff te spelen, gek. Een tijdje niet gedaan. Mane. Tuurlijk, super suppie. Hoge rating. Laatste kaart. Nog één icon. Barnes. Prima. Voor de rating. Prima. Goed. Hoe kunnen we dit nog even een hoge rating maken? Want mijn record is niet zo heel erg hoog met draft. Insigne. Jij erin. 91.
Kunnen we het nog één omhoog krijgen? Ik denk het niet. Nee, het is een 191 draft. Erg keurig, erg prima. Helemaal goed. Maar ja, dit weekend kunnen jullie dus weer een gameplay verwachten met het team dat ik net heb laten zien. Ik hoop dat er nog een leuke promo komt, dat Iconswaps released wordt. Dat we daar morgen iets later een video over kunnen maken dan jullie gewend zijn. Want om alleen Weekend League te laten zien morgen, dat gaat hem niet worden. Dus een situatietje van ja, wat ik al eens eerder heb uitgelegd. Ik probeer wel relevante video's te maken. Dus op het moment dat er morgen alleen Weekend League gameplay beschikbaar is voor een video, wacht ik even liever een uurtje om te kijken wat er om 7 uur komt. En dan om 7 uur neem ik mijn video op en dan komt die dan om 8 uur online. Dat is de situatie. Met deze draft ga ik spelen. Dat ga je nu niet zien. Misschien morgen aan het begin van de video de gameplay en de rewards. Jij wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje stop zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check je allemaal later. Joejoe.